In Gelderop is vrijdagmorgen de hoogwerker van de plaatselijke brandweer gekanteld. Het korps kreeg kort voor 10:30 een melding van een woningbrand aan de Vangoorn. De brandweer rukte daarop uit met een blusvoertuig en een hoogwerker. Onderweg daar naartoe ging het echter falikant mis. De hoogwerker kwam op de Gijzerrooisjeweg op zijn kant terecht. De bijrijder van de brandweerwagen raakte daarbij lichtgewond aan zijn hoofd, maar kon ter plekke worden geholpen. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis. De chauffeur van de hoogwerker bleef ongedeerd. Hoe het ongeval kon gebeuren, is niet bekend.